Deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En vandaag is het weer een nieuwe dag op de set. De ene laatste dag, jongens. De bioscoopfilm staat bijna helemaal op de band. Vandaag gaan we weer hele erg leuke, spectaculaire filmopnames opnemen. Ik zal even de lamp uit doen. Ik ga meteen naar de woonkamer. Een hele goede morgen. Heb je de konijntjes al gedaan? Ja, maar ik heb het even gedaan. Je even knuffelen. Ah, liefie. Dat ziet er weer mooi uit. Ga maar even knuffelen, schatje. Dat mag nog wel eventjes. Je had Peppy al eten gegeven? Kijk, dan Peppy heeft al eten. Kokkie ook. Goedemorgen, Kokkie. Nou, Lucilla die kan het niet laten. Heel even te knuffelen met de babykonijntjes. Nou, ze doen het hartstikke goed. Ik heb gisteren op de webcam weer gezien dat Peppy gewoon weer standaard haar babytjes voedt. Dus dat doet ze echt hartstikke goed. Zo handig dat je dat toch wel eventjes kan nachecken op de camera. En dan zie je haar zo op het nest zitten. Nu zie je ook die baby's, omdat ze nu groter zijn. Ja, zie je ook alle kanten op. Ze lijken alweer groter geworden. Ja, ze lijken nog heel groot. Ze lijken gewoon weer groter als gisteren, jongens. Het is niet te geloven hoe snel die konijntjes groeien. Kijk dan, jongens. Die is te groot. Hé, hey, wat liggen jullie er lekker bij? Nou, Peppy zit lekker in haar huisje daar. En Lucilla, die is even lekker aan het knuffelen. Met de babykonijntjes. Want je moet wel uitkijken dat ze niet springen. Hè? Ze zijn heel springerig. Dus ze laten ze boven de mand. Als ze dan springen. Dat ze zachtjes in de mand weer terechtkomen. Ja, maar jij wel. Mm-hmm. Kijk, zag je net? Dat doen babykonijntjes dus de hele tijd. Daarom moet je heel voorzichtig vasthouden. En als we ze nu dus iedere keer even zo lekker aaien. Dan kunnen we ze socialiseren. Lastig woord. Oh, kijk, Lucie staat. Socialiseren, dat betekent dat we ze gaan laten wennen aan het aanraken aan mensen, aan ons, zeg maar. Dat ze straks ook gewoon gewend zijn, ook aan ons. Dan moet ik zeggen dat het eigenlijk al best wel goed gaat. Dus vandaar dat we iedere ochtend mogen de kinderen heel even, heel zachtjes even een aaitje, een knuffeltje. Dat we even zo'n knuffelmomentje inbouwen, dat ze ook echt aan ons gaan wennen, zeg maar. Oh, wat gaan we doen, kerel? Wat gaan we doen, jongen? Ben dit ze allemaal eten? Ja, dit zijn ze allemaal. Ja. Alle zes. Ze passen allemaal nog in een mandje. Drie zien. En drie. Ja, ze passen er maar, allemaal. Mama, ik vind deze drie heel erg op elkaar. Die drie lijken inderdaad op elkaar. En deze die... twee ook. Die. Ja. En de zwarte is eentje van de... Oh, kijk Peppy dan. Hé, hey, Massie. Peppy komt even kijken. En deze lijkt heel erg op Peppy. Deze. Ja. En die heeft ook zeker voor hier. En zwarte oren, zwarte ogen. Goedemorgen, Luan. Goedemorgen. Wat heb jij nou weer daar? Ja, dit hadden we gekregen. Oh, vertel. Dit mochten we hebben. Dat was van in de film. Had jij en Lucilla die nodig, hè? Nou, daar kijk, Lucilla die heeft er ook een. Ik doe even aan. Oh. Is er nog een aan? Nu is het aan. Lucilla, test. Versta je mij? Zet hem maar op het allerhardst. Okay. Duimpje omhoog. Verstaan jullie mij nog goed? Ja, luid en duidelijk. Ik versta je luid en duidelijk. Mij ook? Ja, ik versta je super duidelijk. Oké, ik kom nu weer terug. Bijna. Peppy die eet lekker. Goed, een pakje op. En daar is Luan weer. En mama. Nou jongens. We gingen buiten. Ik doe hem even uit. Ja? We gingen buiten kijken hoe ver die kan. En toen was ik helemaal bij de stal. En Luan was helemaal bij de voortuin. Wauw. Oh nee, bij de voortuin. Bij de voortuin. Zo ver kan die. En wat moesten jullie daarmee doen dan in de film? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Oh, dat gaan we vandaag doen, hè? Ja. Ook Luan wilde even lekker knuffelen met de babykonijntjes. Dus eerst even Peppy aaien. En dan ga ik eens even kijken waar Luxie is. Is nee, Luxie al buiten bij papa. Oh, die is alweer buiten. Terwijl Luan en Lucilla nog even lekker knuffelen met de konijnen.
is Daniel met Luxie ergens naar buiten gegaan. En ja, ons huis staat nog steeds op stelten, jongens. Gisteren de hele dag... Oh, daar is die. Daar. Gisteren de hele dag natuurlijk weer mensen over de vloer gehad voor de filmopnames. Dus er staan overal staan nog allemaal dingen. Kijk, zoals daar staat die tafel bijvoorbeeld. Want die tafel die wilden ze niet gebruiken. Niet omdat ze die tafel niet mooi vonden. Maar omdat we vandaag iets gaan doen waarvan ze niet willen dat die tafel vies wordt. En dat ze het niet meer schoon kunnen krijgen. En daarvoor hadden ze een andere tafel in de woonkamer gezet. Of in de eetkamer gezet. Hier de woonkamer is op zich nog allemaal wel oké. Netjes. Maar hier hebben ze deze tafel dus neergezet. Omdat vandaag dus hier wat mee gaat gebeuren. Waarvan dit allemaal heel erg vies gaat worden. En daarom is ook deze wand hier geplaatst. Dit is dus van de week hebben ze het helemaal gemaakt. Nagemaakt. Dit is dus een namaakwand. Kan je dus vanaf boven zien. Die hebben ze, kan je hier ook zien in de rand. Hebben ze ervoor getimmerd. Voor onze normale muur. Want hier gaat een hele smeerboel plaatsvinden. Wat? Dat zie je natuurlijk straks allemaal. Het is vandaag een lekker weertje. We hebben een zonnetje weer mee. Dus het wordt ook weer lekker buiten spelen op het grasje. Suus komt vandaag ook weer. Even hier tussendoor. Pas maar hierdoor. We passen hierdoor. Vogeltjes zijn er weer wakker. Hoe heet het, jongen? Het is vandaag weer een mooie dag. Met het zonnetje. Nu zie ik hier een boodschappentas staan. Wat niet van mij is. Ik ben toch even nieuwsgierig om hierin te kijken. Dit is voor vandaag. Er zitten eieren in. Dus jongen. En, even kijken. Hang maar vast. Oh, keus. En spekjes zitten erin. Nog meer eieren. Nog meer spekjes. En, oh, heel veel meel. Helemaal vol. Kijk dan. Helemaal vol. Met allemaal meel. Wat gaan ze daar nou mee doen, Lucius? Wat gaan ze daar allemaal mee doen, jongen? Zie je dat? En hier. Hier zitten allemaal eierdozen in. Er zitten alleen geen echte eieren in. Dus dat zal decoratie voor de film zijn, denk ik. Superleuk. Nou, ik ben benieuwd. Wat ze hier allemaal van gaan bekokstoven. Maar goed, papa en mama zijn niet thuis. Dus ze kunnen doen en laten wat ze willen. In de film dan natuurlijk. Hé, wat heb jij hier gevonden? Wat staat hier nou voor een doos? Wat zit erin? Eens even kijken. Wat zit erin? Oh, dit zijn allemaal. Oh, dit zijn allemaal spullen om dingen mee te bakken. Kijk dan, jongens. Allemaal bakspullen. Wat leuk. Leuk, dit deegrolletjes. Leuk. Dat is mooi. Oh, moet die weer dicht? Is dat een verrassing voor Luan en Sina Luxie? Of jij vindt dat gewoon heel erg leuk om iedere keer open en dicht te maken? Een deegroller. Dat is mooi. Dat vind jij ook wel mooi. Boem. Daar hadden we ook Luxie. Wat zit er in de doos, Luxie? Maar die ze kon nog niet openmaken. Ja, hij heeft hem al opengemaakt net. Maak maar open. Wat zou dat zijn? Wat is dat? Wat is dit? Wat denk je wat dat is? Een majoenje voor de pannenkoeken. Een roller voor de pannenkoeken. Heel goed, Luxie. En die sisam. Ja, dit zijn allemaal bakdingen. Zie je dat? Dit is zo'n slagroomspuitding. Oh, roerding. Ja, een garde. En mama. Is dat? Oh, ja. Kom maar dicht. Maar een mama. Hij is niet heel scherp, maar... Wat zit er nog meer in? Dat zijn vormpjes. Nog meer vormpjes. Kijk, heel veel vormpjes. En kijk eens, deze super schattige roze deegroller. Deze kan je net voor te eten. Hey, maar Luxie, waarvoor zou dit zijn? Voor de pannenkoeken. Voor de pannenkoeken? Denk je dat je pannenkoeken gaat pakken? En dit voor de eigenlijke koekjes. En voor de koekjes? En dit is ook voor je. Nou, ik ben benieuwd. En dit is voor de taart. En dat is voor de taart. Maar wat ga je daarmee doen vandaag, denk je dan, voor de film? Voor de film moet ik een taart maken. Ga je een taart maken in de film? En Julia. En zo moet je een taartje vergooien. Wat zeg je daar? Taartje vergooien. Een taartengevecht? Luxie? Dat mag niet, hè? Maar wel twee muren. Twee muren.
Trixie die snapt alles al. Oh, dat is een mooi hart. Kijk dan. Dat is een mooi hart. Oh. Dit dan. En dat zijn... dat zit er maar in zitten. Allemaal losse pinnetjes. Nou, volgens mij gaan jullie hier heel erg mee vermaken met buurvrouw Bets. Hè? Die gaat met jullie spelen vandaag. Maar wacht even. Oh, en cupcake-pinnetjes. Oh, leuk, Luxie. Nou, dat wordt weer een feest vandaag. Zo, lusjes. Lusjes. Wat doen, jongen? Ik vind het ook zo mooi. Het is een leuke doos. Hier gaan we vandaag dus iets mee doen. Wat te maken heeft met die muur. En wat te maken heeft met wat papa en mama eigenlijk liever niet hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik was alweer in de tuin bezig, want de elektriciëns zijn er vandaag. Daar zat jij. De zwembadwarmtewisselaar aan te komen sluiten. Ah, ja. En nog voort een stekker bij de tuin te maken voor een groot bot gras maken. Ah, af. Dus ik ben alweer een tijdje in de tuin bezig. Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet wat dat is. Kijk, komt hij weer aangekropen. Daar is papa weer. Was in de tuin bezig. Daar is papa. Maar kom even. Ga je vandaag ook een taartje eten? Ja. Wat is er, Luxie? Ja, dat is meel. Moet je eens kijken wat hierin zit, Luxie. Heb je dit ook al gezien? Wat hebben ze hier neergezet? Oh, zakjes. Die zijn vast niet voor Luxie. Maar wel voor de taart. Oh, wel voor de taart. Oeh, Luxie vindt het ook interessant. Maar we gaan eerst wel eens even lekker ontbijtje eten, toch? Ja, maar dan nog eentje van deze. Dan mag je er straks eentje eten. Goed. Ja. Nu nog even bewaren, want we zijn voor de film. Maar dat is super lekker. Ja, super lekker. Ja, hè. Dat is zo lief. En ondertussen weer even lekker. Haal het ontbijt. Steeds smakelijk. Hebben we er weer zin in vandaag? Ja, hè? Ja, dit wordt een hele bijzondere dag. Een taartengevecht. Een taartengevecht? Dat mag toch niet, kinderen? Dat gaat toch niet? Papa, mama zijn er niet. Gaat toch in het begin? Wij zitten in de wellness, schat. Wij zijn een weekendje weg, zeg maar. We vertrouwen jullie het heus met al die kort zitten. Maar wel nep. Wel nep. Wel nep. Nou, maar volgens mij zijn er wel echte taarten, hoor. Volgens mij gaat echt die muur vies worden daar. Maar waar ga je hier dan staan? Oh, wij gaan gewoon staan achter de camera. Wij zijn niet echt weg, weg. Nee. Wij zijn in de film weg. Ja. Maar niet in het echt. Wij kijken toe. Waren we maar weg, ja. Dat we niet te zien. Nee, grapje. Ze zeiden, jongens, maak je geen zorgen, we maken alles voor schoon. Dat zeiden ze op de set. Dus we laten het uit onze handen. Ik ga een aardbeientaart maken. Wil je een aardbeientaart maken? En Lucilla, een chocoladetaart. Nee, dat was wel leuk. Oh, dat wilde jij maken. Ik wil een prinsessen aardbeientaart. Oh, dat zat ook echt in het script welke taart je wilde. Ah, hebben jullie de tekst goed geleerd al dan? Mama. Dat gaan ze straks nog doen. Mama. Ja, liefie. Nou, eigenlijk wil ik ook zeggen met aardbeien. Ja, dat wil jij straks zeggen. En met slagroom. En met slagroom. En met die prinses. En een prinsessentaart. Ah. Ga je dat ook zeggen in de film? Ja. Ja? Dit vindt Luxie leuk, hè? De tijd dat we vechten. Dit vindt ze leuk. Maar wel gewoon op de muur gooien. Dus helemaal kapot. Hé, en dat mag gewoon. En je mag gewoon taart op de muur gooien. Ja. Is dat de boer? Gaan ze weer de boel verbouwen? Nee, ze gaan de zwembadwarmtewisselaar aansluiten. Waardoor het zwembad hopelijk gauw weer warm wordt. Oh. Ja, dit is zwembad is nu op zich wel wat warmer geworden. Hij is nu 25 graden. Het is wat warmer. Maar we willen hem naar de 30 hebben, hè? Op de luchtwarmtepomp. Ja, en de zonne-energie. De zonne-energie, ja. Laten we hopen dat het gaat lukken. Maar eigenlijk vergeten. Nog wel. En doei. Luxie wilde wel afsluiten. Nou jongens, wij gaan even lekker eten. Dus kijk vandaag weer gezellig. Het is mee. Even toch snel de stofzuiger er doorheen gehaald. Zodat de grootste viezigheidjes even weg zijn weer voor vandaag. Ik ruim niet te veel op, want het wordt straks weer een huis op stelte. Is ook helemaal niet erg. Maar ik zag dit. Ik denk, dit moet ik even voor jullie in de vlog gooien, jongens. Want Daniel is een kabel aan het leggen voor de stroom. Voor de... Volgens mij voor de grasmaaier. Kijk, dus hij is alweer druk in de weer. Ja. Kijk dat toch. Even het lijntje eruit. Je denkt, ik steek mijn handen even uit. Ja, we zijn hier een kabel nu aan het doortrekken.
Ja. En dan maak ik hier een paaltje en dan komt hier dat robotmaaierstation. Voor dit stukje gras ook nog. Dit stuk gras, want dan hebben we op alle velden zo'n handige robot. Ja. En we wouden hem eerst daar zetten, maar dat geleidingsraad kan niet onder de stenen door. Nee. Dus nou, top. Maar perfect, want voordat de regisseur komt om 11 uur hebben wij het. Heb je dit stoepje weer dicht? Ja. Cool toch? Nou, top. Goed bezig. En Pipje ligt hier lekker in het zonnetje, Pip. Pip die denkt het zal allemaal wel. Ik laat het maar vandaag weer op haar afkomen. Ja, wat er allemaal weer gaat gebeuren. Hm? Groot gelijk, Pipje. Nou, Pipje. Jouw kooi en jouw ren is vandaag ook weer lekker schoon. Ja, nou, de babytjes die liggen heerlijk daarachter. Pipje. Hallo, Pipje. Kijk, daarachter in het nest. Er zijn zelfs alweer rondjes aan het lopen door de kooi. En dan lopen ze even heen en weer. Zo schattig hoe ze nou lopen. En dan gaan ze weer terug. En Pepi die mag gewoon weer lekker loslopen. Ik heb even weer de ren helemaal schoongemaakt. Even weer de kutteltjes weggehaald. Het wel er even doorheen gehaald. Kan Pepi hier weer lekker vertoeven. En dan Kokkie die doen we zo meteen weer even in de buitenren. Hé Kokkie. Hey, jongen. Hé, hey, was je lekker aan het wassen? Kokkie. Oeh, hey Kokkie. Zit je weer op je troon? Ja, dan doen we Kokkie zo meteen weer lekker in de buitenren. En die heeft ook weer lekker zijn groentehapje gehad. Hé, hey, kom hier even koekadoren. Ga je er even staan. Ondertussen even weer een klein beetje orde in het huis gedaan. Even de stofzuiger er doorheen gehaald. Keuken er even een beetje opgeruimd en ontsmet. En de konijnenkooi weer even een beetje schoongemaakt. Ja, liefie? Ondanks dat we natuurlijk met een bioscoopfilm maken bezig zijn, proberen wij jongens gewoon onze dagelijkse dingetjes van onze dag ook te pakken. Zoals inderdaad het opruimen van de konijnenhokken, even stofzuigen. Daniel die weer in de tuin bezig is met de monteurs die mee aan het helpen is. Kinderen die lekker rondspelen. Dus ik hoop dat jullie dit soort vlogs ook leuk vinden. We doen heel erg ons best om jullie en een klein beetje backstage beelden te laten zien. Maar ook natuurlijk gewoon lekker ons dagelijkse ding in de vlogs te verwerken. Wat ook gewoon zich afspeelt op de dag dat we ook opnames hebben. We hebben totaal, dit is de ene laatste dag. Morgen is er nog één dag. Jongens, geniet er nog van. Want straks is deze ontzettend bijzondere belevenis ook weer geschiedenis. En dan kijken we weer op terug als van wauw, wat een mooie herinnering hebben we weer met z'n allen kunnen creëren. Wat ben je aan het doen, jongen? Hij zit met de Barbie van Lucy aan het spelen. Ik weet niet hoe het voor jullie kijkers is om het te zien hoe het achter de schermen is. Maar Daniel en ik liggen s'avonds nog steeds in bed. En dan knijpen we elkaar even van wauw, gebeurt dit echt? Mogen we echt met zulk leuk fijn team, met hè, onze eigen kids in ons eigen huis, zo'n ontzettend mooie bioscoopfilm maken. Die hopelijk heel veel gezinnen, mensen tot inspiratie mag zijn. Een stukje vrolijkheid, een stukje geluk, een sprankje hoop, een sprankje liefde mag overbrengen. Ook natuurlijk weer vinden wij het belangrijk dat het bijdraagt aan, onze dagelijkse missie eigenlijk. Wat we altijd al hebben, dat het iets toe mag voegen aan de wereld. En deze film is eigenlijk de onderliggende gedachte, het idee ervan is jongens. Het is ook een heel mooi stukje in onze film. Ja, jullie hebben de tekst niet helemaal gehoord van het liedje. Maar even niet op de schermpjes. Er is nog zoveel meer. Dat is een tekst. In het liedje zit van Huis op Stelten. Lucilla zingt dat stukje. Even niet op de schermpjes. Er is nog zoveel meer. En dat is eigenlijk een beetje de boodschap naar onszelf. Naar ons eigen gezin. Omdat wij dat natuurlijk heel erg veel herkennen. Van de dagelijkse sleur. De dagelijkse dingen die we natuurlijk met je kinderen beleven. Even niet op die schermpjes. Lekker erop uit. Dingen beleven. Avonturen beleven. Herinneringen creëren. Dat is waar het om gaat. Dat is waarom we hier zijn. Dus even uit die schermpjes. Er is nog zoveel meer. En dat is een beetje de onderliggende boodschap die wij willen meegeven aan het maken van deze bioscoopfilm. Buiten omdat het natuurlijk gewoon een superleuke bioscoopfilm is. Voor jong en oud. Voor volwassenen en ook zowel voor kinderen. Dus ja, weet je jongens. Het is gewoon weer een groot avontuur. Waar jullie weer eigenlijk ook echt een deel van mogen zijn. En met ons een stukje geschiedenis mogen schrijven. Nou, genoeg gepraat voor vandaag, jongens. Ook maar even tijd om de was op te hangen. En ik hoorde dat we wel Lucilla zijn begonnen met een act in de tuin. Ziet hier al heel erg leuk uit. Of ook een stuntman daar. Daar is het hele team. En Lucilla! Wauw! Op het dak! En nu al, is dat nou een stuntman? Wat zien we nu doen? Nou, de stuntman, Aaron,
Die gaat samen met Lucilla de planten afgooien om haar Lucilla een beetje goed vast te houden. Zodat ze niet van het dak afvalt. Nee. Want ze moet helemaal op het randje zitten. Dat is joh, wat een ervaring. Kijk, nou, gaan we gewoon een keertje repeteren hoor. Let maar op. Ja. En wij draaien. Hou stil. Nou, Farah heeft daar een heerlijke oase met de kleintjes. En ik ben opgeroepen om me om te kleden. En dan gaan we ook maar eens even kijken wat ik voor kledingstukje vandaag aan mag trekken. En terwijl Lucilla dus de scène daar bij het dak en het opnemen is, is Lucius hier heerlijk. Oh, dit is niet erg. Dit is niet erg. Is Lucius hier lekker weer aan het slapen vallen? Kijk, die ligt heerlijk in de kinderwagen te slapen. Die heb ik net even gevoed. Luxie is hier lekker aan het spelen met haar zand gebeuren. Wat ze van tante Suus heeft geleerd en van Mayra. Dat kan ze heel goed. Heel mooi liefie. En Kokkie, die is lekker buiten aan het spelen. Dan heb je een parasolletje erboven gezet. Met zijn bakje water en zijn bakje groenten. En die zit weer bovenop zijn troon. Dat kan niet overzicht weer goed houden. Hé jongen. En daarachter gaan ze nu weer draaien. Dus ze moeten zo weer stil zijn. Maar het hele paradijsje is weer opgebouwd. Nu Luan en Lucilla die scènes aan het opnemen zijn met Daniel buiten, ga ik even mijn outfit voor vandaag voor in de film aantrekken. Daniel en ik gaan vandaag weer als twinning is winning. Deze outfit. Daar hebben wij vandaag weer scènes mee. Dus ik ga me even omkleden. En outfitje aan. Hey, hallo jongen. Ik heb hier snel 1 minuutje. Wat dan? Nou, ja, ik vroeg me af waar je was. Ik was even mijn mooie outfit aan het aandoen. Hoe gaat het? Goed. Zilla op het dak, zag ik. Wat staat nou weer? Oh, wel veilig met een stuntman erbij. Met een stuntman erbij. Hè? Het is ook niet zo'n heel erg hoog dak. Nou ja, je moet er niet afvallen. Maar toch, het is niet het allerhoogste dak van ons hele huis. Nou, Lucilla doet haar helikopter. Ben je zo op het dak gestegen? Dat was een helikopter. Hey. Ja. Dat was een vette scène, hè? Of niet? Jeetje, Mina, stond ze gewoon met een stuntman. Hallo? Stond ze met een stuntman op het dak. Yes. Nou, ook weer de we zijn weer twinning is winning vandaag. We gaan even naar de visagie. De kleintjes spelen hier op het gras. Ja. Visjes dat gevoel. Ja, en Lucie slaapt. Jij is toch niet vandaag? Ja, ik had ook een scène. Ik stond er vandaag ook weer op. Oh, we wat zitten vast. Ja, volgens mij komen wij thuis. En dan de alles komt goed scène. Ik dacht dat jullie helemaal daar naartoe gingen. Nee, niet naar het kasteel. Ja, Kokkie die rent rondjes hoor, dat is echt super grappig. Nu zit hij weer daar, maar hij rent iedere keer door die buis en dan... Super schattig. Maar die heeft ook een parasolletje gekregen. En Luan die moet natuurlijk weer eventjes aan de technische snufjes zitten. Hé hey, kerel, hoe ging het? Goed. Ja, moest je ook het dak op of was dat aan je zus? Nee. Alleen Lucilla ging het dak op. Ja. En nu ga je even de plantjes waaien. Kom van het dak af. Waarschuw niet meer. Van het dak af. Het is de laatste keer. De kinderen blijven even daar lekker spelen. Plantjes water geven. Terwijl wij naar de visagie lopen. En dan te bedenken dat ze dan straks alles, voor alles wat we nu hebben meegemaakt. De liefie. Dat er straks gewoon een film van is. Dat het allemaal logisch wordt, zeg maar. Nou, je begint er net aan te wennen aan dit spruitje. Maar morgen is het alweer de laatste keer. Ja. Dan mis je het dan nog. Iedere ochtend even de make-up. Ja, voordat we de vlog beginnen. Nou, het hier, ons buurtje komt ook net binnenlopen. Die gaat eerst naar de koffieautomaat. Nou, dan wordt Farah helemaal gepimpt. Wil je ook een koffietje? Ja. Zwart, mogen suiker, cappuccino. Dat weet jij. Zo zwart als de nacht. 12 jaar weet jij. Zo zwart als de nacht. En wil je ook een kopje koffie, Lotte? Nee, dankjewel. Ga ik even koffie halen. Koffie, tijd. Wil jij geen koffie? Nee, dankjewel. Oh, je hebt haar ook al helemaal zelf weer gezien. Ja, dus is tralend uit. En mijn lippen zijn weer mooi. Lekker spelen aan de kindjes. Ja. Lucie is even lekker geslapen. Lekker wakker. En dan gaan we met Luxie mooie zandtekeningen maken. Geniet er zo van de prachtige weer. Eigenlijk een stukje van Sia, maar dan moet ik dit nog even afmaken. Oh, jij maakt hem af. Lekker even is 18. Een woeslevel van boeftebak. Ik ga het even kijken.
zitten kijken, joh, de broer en zus. Lucie, ben je aan het leren? Stap, stap, stap. Stap, stap. Goed zo. Ik was zo moet dat, hè? Ja. Nu komt het leukste gedeelte. Ja, nu mogen ze echt spuiten. We zitten met wel maar sowieso. Ja, nee, we zijn wel nu bij de zee. Doei, ga iedereen. Mogen jullie echt spuiten, hè? Ja, ik zag het. Waar gaan jullie spuiten? Op jou. Mama? Ja, met proof. Camera. Op Jip. Oh, kijk eens. Luxie en Lucius die zijn hier bij papa op de bank geploft. Hier, gaan we kijken, hè? Luxie. Ik heb de plantjes gevraagd. Luxie heeft de plantjes water gegeven, Livie. Ja. We zien jullie. Zet hem op, jongen. Geniet ervan, hè? Sinna. Ja, gaan we lopen. Raken met schuimen, Sinna. Pak die boeven, hè? Pak de boeven. Pak de boeven. Nou, kleintje zit hier op de eerste rij. Daar gaan we. De plantjes zijn. En door de witte reflectie zie je in één keer dat ik er veel helderder uitzie. Het is tijd om het blauwe camperbusje te gaan starten. Ja, want vaak komen we verschrikt thuis. Wat is hier aan de hand? Nou, ons camperbusje hebben we geparkeerd op de locatie. Er is inmiddels weer een heel mooi gordijn in gepakt. En dan gaan we hier nu even repeteren. We gaan even repeteren. Hier maken we een rijtje van jongens en van. Nee, hier. Ja? Daar komen aanwandelen en dan komen ze hier uit. Dan gaan we stickers plaatsen. Ja. Mama komt erop. Ja. Dan praten ze met elkaar. Kom maar hier staan. Die kant op. Ja. Kom maar een rijtje. Voor de, echt voor de zin niet. Jullie komen al pakken lopen. Wel heel mooi. Je kan er wel misschien neerzetten. Sorry. Fancy repetitie. Hij is niet mee, jongens. Het is een repetitie. Ja, zit bij een boer op de hand. Actie, repetitie. Kom maar. Actie, kom maar. Stelen, even zo. Oké, alles klaarmaken. Wat fijn om weer thuis te zijn. En dan mag je eigenlijk tegen de kids wel zeggen, want je hebt nog geen open beds. En ik ben ook. Wat fijn om weer thuis te zijn. En ik. En dan kijk je naar beds. Beds. Leuk, hè? Het doet het gezellig, hè? Het is voor jou, hè? Ja. Je eigen stunt doen, hè? Ja, ik ben de eigen stunt, man. Het is een mat voor jou. Jij gaat vallen, namelijk. Ik ga vallen als een baksteen. Ja. Voor jou. En de kinderen, hè? Hij probeert te staan. En dan zonder handjes. Doe maar proberen. Kijk, gaat hij zo staan? Goed zo. Ja, ja, ja. Heel goed. Dat waren weer een paar seconden. Toppie, liefie. Ga maar weer staan. Ga maar weer staan. Dan komt de Lucilla langs op de easy roller. Oh. Hij komt Luxie aan geploft. Hey, weet je wat hiermee gaat gebeuren? Dan gaat papa opvallen. Plof. Gaat papa hier opvallen? Ja, plof. Kijk. Zo? Ja? Ja, zo ja. Heel goed voor jou. En Lucius doet jou na. Deze is zonder. Ja, om het steentje. En deze kan. Kijk. Deze kan. Ja? Oh, heb je mooie steentjes gevonden? Van Joje. Mooi. Kijk, maar deze aanleiding. Ah, het lijkt wel een knikker. Het lijkt wel een knikkertje. Ja. Ach, liefjes. Is het mooi, liefie? Dat is mooi. Kijk, daar gaat hij weer, hè? Die staan. Handjes los. Handjes los. 1, 2. Ik ga wel even. Ja, maar hij kan het ook zelf, hoor. Oh, hij wil erop. Hij wil net als jij ook al. De easy roller uitproberen. Het is vastgelopen. Nee, het ging uit. Ik kan niet sturen. Met je voeten. Ik
En papa en mama zijn gewend. We zijn klaar, hè? Van ons uit op de band. Wij kunnen gewoon weer de filmkleren uit. En dan komt de laatste scène. Dat de kinderen taarten gaan pakken en gooien. Hebben we er zin in? Ja. Taarten is uit. Wel nog eitje. Even pauze hoor. Ze moeten alles al ombouwen. Dus ik trek mijn chille kleding weer aan. En dan taartengevecht. Vara is alweer eventjes. Wat beeldjes had weggelaten. En dan gaan we nu leuk de scènes doorspreken. Dat ziet er zo uit. Is er wat? Ga je met mij mee tennis? Uiteraard. Ik ben gerapt. Nou, dus wij gaan even de balletjes aan. Ik ben de pauze. Balletjes aan. Kunnen toch? Dat is mooi. Wauw. Ja. Oeh, en een neptelefoon. Wat super gaaf. Het is een filmtelefoon. Oh ja, ik zie het. Ja, ik zie het. En ben je buurman en buurman aan het kijken? Ja. Dat is grappig. Maar eigenlijk ga ik die opnemen gaan. Precies deze weg doen. Ja. Dan denk ik je foto. Oh ja, en dan nep doen hè, met de telefoon, ja. Voor de film. Ja. In de film is alles nep. Ja. Ja, ik snap het. Maar dan ga ik zo vriendjes doen. Ja. Oh, maar dan ben je aan het acteren. Wat knap van jou. Hé, hey. Heel knap. En dan staat opeens Bets aan de keukentafel. Maar dit is nog wel een beetje groot. Ja, maar dat is niet erg. Bij mama is hij ook wel groot hoor. Ja. Jo, dat is niet erg. Dan kunnen ze je horen. Ja, mooi. En wat is dat voor een bijzondere koffer? Wat zit er in die koffer? Kijk dan toch. Daar zitten beste spulletjes in. En Luan heeft daar een vlogcamera. Dat is Samsung. Luan moet weer naar de merken kijken, jongen. Daar staat K. Daar zitten ze achter de schermen. Kids zitten daar aan de tafel. Beste staat daar. Dan gaan wij hier. En actie. Zonder scherm. Wat een heel lief en plezier maken zonder dat er één schermpje aan te pas komt. Wat denken jullie ervan? Zuurstof of wat? Wat moet je hebben? Hallo, hallo lieve volgers. Welkom in deze nieuwe vlog. Ik ben Luan Bleekema en welkom in mijn te gekke leven. Terwijl de andere drie kids nog de scènes met de Bets aan de keukentafel afmaken. Zo leuk om te zien dat Luxie nou helemaal in de flow en in de element zit. Na de ene laatste dag dat ze echt zoiets heeft van ja, ik vind het leuk en ik durf het. En ze is zo trots op zichzelf dat ze gewoon aan de tafel erbij zit. In het begin vond ze het namelijk iedere keer heel erg spannend. En op het moment dat ze durfde, wilde ze toch niet. Maar nu zit ze er gewoon en ze doet mee en ze acteert mee. Ze zegt, mama, ik moest boos kijken. Zag je dat? Ik zag op die schermen mee te kijken. Ja, ik zag het, schatje. Heel lief. Nou, en Daniel, die zit hier bij Lucius. Hey, kerel. Hey. Ben je lekker aan het rond
kruipen. Oh, kijk, daar komt hij aan. En doe een mooie kleine appjes dingen. Ja, springen. Springen. Hop, 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 hop. Rustjes, hop. Hoe voel je het? Ja, ze heeft een zendertje om. Ja, je hebt een onderbroek aan. Kijk, ze heeft een zendertje. En dat vindt ze heel interessant. Daar staat, zit een microfoontje op. Ja, hier. Kijk, dan heb je daar, ja, je kastje. En dan heb je hier, als het goed is, een draadje. Kijk, ja, hier bij mijn hand. Ja, dat is een draadje. Bij mijn hand. Kijk, bij je hand. Hier. En als je dan praat, dan kunnen ze dat horen. En dan kunnen ze dat in de film editen. Grappig, hè? Ja. Dan kan je dan niet zien. Maar dan Jan! Hier is onze kleine Jan. Die was hier aan het kruipen. Zo leuk. Nou, ondertussen spelen de meisjes even nog daarachter. En dan zijn bijna de laatste scènes voor vandaag aan de beurt. En dat is het taartengevecht. Ga ik een taartje gooien? Ga jij ook een taartje gooien? Of een taartje eten? Ja, denk ik eerder. Oh ja. Ik zie het, ja. Heel mooi. Oh, Lucilla. Lucilla. Ah. Bijna niet duizelig? Ga nu weer. Nee. Niet meer. Was dat de aardigheid? Ja. Ja, Luxie kan het ook. Wow. Hou je vast. Hou je vast. Wow. Ik kom eraan kropen. Ik kom eraan kropen. Ja. Wow. Oh. Dat was mooi. Nu ga ik even aan de tijd. Hebben we een groeien over de muur. Waar moet papa en mama kijken? Hij mag hier. Waar? Hij moet hier gaan zitten? Oh, dan kunnen we hier gaan kijken. Nou, gaan we hier zitten. High five. Oh. Veel plezier, hè, met die taart te gooien. Luxie. Veel plezier. Ik ben er jong. Luxie is aan het jansen, hè, Luxie? Oh, Luxie krijgt een mooi schortje. En hier staan ze allemaal klaar. En hier gaat het gebeuren. Ga jij taarten bakken? Nou, succes. Mag mama dan ook een hapje? Ja. Ja? Oeh, lekker, lekker, lekker. Oh, nep. Ja, nep. Ja, mag ik gewoon toch een likje van je taart? Ja, maar dat vind ik dan moet je wel met je vinger. Met mijn vinger, ja, dat doe ik. Kijk eens, Luxie, dat is een mooie trap. Ze ziet er okay. Ga je echt taarten maken? Ja, een beetje, nou, ik sta. Ja? Oh, Luxie. Jij gaat de bloemen afwegen. Weg te doen, hè? Kijk, want anders dan worden je ouders helemaal gek. Die is mooi, meisjes. Nog iemand.
Mooi, die is stiekem filmen. Stiekem filmen. Deze vlog staat in de vlog. Ja. Die is ook mooi. Oh, Luxie. Het ziet er lekker uit. Oh, lekker. Het is nep, hè? We gaan zo naar op de baan. Zo ver mogelijk proberen te gooien. Hier dan op de beurt. Ja, dat doet u wel. Als ik zo draai en merk dat ze je aanraakt te krijgen, probeer de camera te stoppen. En zodra u bent terug. Oh, dat zijn we hier staan. Dan blijven we hier staan. Dat is ja, heel goed. Dat moest, hè? Dat stond in het script. Ja. Hier zijn ze alle taarten aan het maken. Die straks over de vloer gaan. Het ruikt helemaal naar scheerschuim. Ja. Dat is zo'n gek idee, hè? Zo gaan we erin, jongens.
ik zie die haar niet van vies worden. Daar gaat ze hoor, met de taart op weg. Oh, ze proberen op te noemen. Ze worden weer even een beetje schoongemaakt. Luan en Lucilla en Luxie, die zijn helemaal klaar. Oh, Lucilla, helemaal onder de scheerschuim. Jongens, de kinderen die staan lekker onder de douche. Helemaal vies van het taartengevecht. Superleuke dag was het weer vandaag. Vol avontuur. Ik ben weer heel benieuwd het straks in de bioscoop. Maar het was achter de scherm was het al hilarisch. En de kinderen vonden het ook hartstikke leuk. Dus je slaapt wel heerlijk in zijn kinderwagentje bij mij. In Dromenland. Vond je dat weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En we zien je morgen op de allerlaatste dag van onze filmname. Tot morgen. Doei.